is vandaag 11 januari 2019. Oops. We zijn in Ilo. Kijk, en hier heb je de camperplaats met het gele druppeltje, moet ik zeggen. Hè? En als je goed kijkt, zit daar dus een meer bij. Dat hebben we niet gefilmd trouwens. Dat gaan we wel even kunnen doen. Dus dat is denk ik wel even de moeite waard. En het ligt ten noordoosten van Emden. We gaan naar Ilomeer. Die zit op de eerste compagnieweek 3. Maximaal 6 plaatsen. Maximaal 6 meter. Gratis. En dan staat erbij stroom. Maar dat is niet bekend. Ik zie daar een padje staan. Campingje. Ja. Wordt gewoon aangegeven hier. Er is niet veel over bekend over dat stroom. Of je moet betalen, of dat het gratis is, of dat er wel of niet stroom is. Over 60 meter linksaf, zeg. Ik zie hier ook geen bordje met campers erop. Dus een stukje verder. Dus we rijden hier een stukje door, ja. Tot 3A, dus. En dan moet het hier ergens zijn, want daar had je net 3A daar. Er staat dus eerst de compagnieweg 3 en dit is eerst de compagnieweg 5. Ja, en gewoon iets verder rijden. Samisch wel. Hele korte plekjes, hè? Ja, 6 meter. Er is wel stroom. Ja, er is stroom. Dus we gaan even bekijken. Samisch station zit erbij. Vuilnisbak staat erbij. Best wel een redelijke. Maar ik zet het toch eens in. Zo neer. Kijk hoe ver ik uitsteek als je surfen weer de surfing dag bent of surfen weer de 80, zoiets zijn wij. Maar dan ligt er aan als ik tussen die twee paaltjes pas. Die twee bordjes, want die bordjes die staan namelijk zo. Dat als je gewoon op de plek gaat staan, dan zit een bordje in de weg. Kijk, als ik recht had gestaan, zeg maar, nou, dat was het ook zo'n beetje zoiets. Hè? Ik denk dat ik dan 10 centimeter ver. Ja, dit klopt wel zo'n beetje. Hè? Dus als ik tot het paaltje, in ieder geval eentje tegenaan gezeten, zie je wel. Als ik tot het paaltje ga, krijg ik alleen de deur niet meer helemaal mooi open. Maar dan had dat gekund. En dan steek je dus zo ver uit. Dat is ongeveer een meter. Hè? Dus als ze een beetje soepel zijn hier, dan zou je met 8 meter hier ook nog kunnen staan. Dan kunnen ze er nog wel fatsoenlijk langs. Maar de plek is hier wel smal. Zie je dat? De afstand tussen die paaltjes, dat is ook zo'n beetje de afstand van de plekjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hier heb je de vuilnisbakje. En als het er niet in past, zeggen ze, dan zitten we er wel naast. Oh, oh. Hier nog weer een kleintje. Zakjes om de hond uit te laten. Hè. Poep op te vangen. En dan zie ik hier 50 cent op staan. Dus dan even kijken wat erop staat. Ja. 1 kilowatt. Zie je dat? 50 cent. Nou. Deze gaat omhoog op het moment dat je geld erin doet. Dan kun je het toilet legen. Voor de rokers onder ons, hier heb je ook nog een sigarettenautomaat. 1 euro. Om de zee leeg te gooien. En ik waarschijnlijk ook 1 euro om water te pakken. Dat is dan hier. Je zit aan de achterkant van het gedeelte waar je dus met het chemisch toilet bent. En hiernaast heb je het sportpark. Sportpark Ilo. Eat, drink and lifestyle. Havana. Dus je kunt hier ook nog wat eten. Nou, dat is op zich niet verkeerd, toch? Dus, 50 cent voor een kilowattuur. En het zou toch eigenlijk
hè, mensen van NKC die zouden toch hier ook langs moeten rijden. Hè? Dat, je hebt zoveel vrijwilligers dat ze af en toe eens zeggen van, nou weet je, ga daar eens even kijken of het allemaal klopt, hè, wat we zeggen. Maar dat gebeurt schijnbaar niet. Maar goed. Hartstikke rustig hier. Mooi uitzicht. Zie je dat? Dus. Daar heb je wat huizen die zitten verder weg. Hier. Mooi uitzicht. En het zal misschien wel eens druk kunnen zijn met auto's hier. Maar op het moment helemaal niks. Alleen daar.